In de selectie van FC Utrecht vond de afgelopen dagen een aantal wijzigingen plaats. Vaslav Tcherny en Adrian Dalmau tekenen beide een meerjarig contract in de Domstad. Daartegenover staan het vertrek van Dario Dumic, Lucas Gutler en Cyril Dessers. Het zijn natuurlijk stuk voor stuk zijn het goede spelers. Alleen ja, door het aantrekken natuurlijk, alleen een vroeg stadium van een aantal spelers, ja, is het perspectief voor sommigen veranderd. En ja, dan zie je altijd dat dat beweging oplevert. En nou, dat is in eerste instantie gebeurd met Dario Dumic, die natuurlijk vorig jaar al verhuurd is geweest, terug is gekomen. Nu het uitzicht op een basisplaats ja, toch ook wat verder voor hem dan verwacht. En ja, toen ontstond de belangstelling en ja, toen zijn we tot een oplossing gekomen met Darmstad. En wat zowel goed voor de club is als voor hem. Met Lucas is natuurlijk heel veel concurrentie op het middenveld. En ja, hij heeft zich denk ik geweldig ontwikkeld als middenvelder, Lucas. Met heel veel energie, een hele goede jongen voor de groep. Dus ja, we hadden voor onszelf dat we hem er graag bij wilden houden. Alleen ja, hij gaf zelf aan dat hij in deze fase van zijn leven ja, toch echt zeker wilde zijn van een basisplek. Dat zag dat bij Utrecht moeilijk werd. En ja, dat hij na 2 jaar knokken eigenlijk toe was aan meer zekerheid. En nou goed, toen is er St. Gallen is gekomen. En toen hebben we hem kunnen verkopen. En ja, uiteindelijk alle partijen tevreden. Dus ik denk dat dat ook een goede oplossing is voor iedereen. En dan hebben we Cyril. En nou ja, Cyril is eigenlijk een beetje hetzelfde natuurlijk als Lucas. Hele goede periodes gekend bij Utrecht. Belangrijke doelpunten gemaakt. Maar toch nooit gelukt om echt een vaste basisspeler te zijn. Ja, dat perspectief kon Heracles hem meer bieden. En ja, wij zijn iedere keer op zoek nog geweest naar aanvallende versterkingen. Dat hadden we natuurlijk al gedaan met Abbas. En nou, nu parallel eigenlijk aan het traject van Cyril ontstond eigenlijk de onderhandelingen met Dalmau. En ja, we hebben het beide tot een goed einde weten te brengen. Dus we hebben Cyril kunnen verkopen aan Heracles en Dalmau hebben we kunnen contracteren. Wat voegen jullie met Dalmau aan de selectie toe? Nou goed, het is een echte nummer 9. En daar waren we nou op zoek om een echte nummer 9 toe te voegen met scorend vermogen. Het is een jongen die natuurlijk heel veel energie brengt in wedstrijden. De verdedigers ontzettend lastig maakt. Hij kan goed koppen, heeft een goede snelheid. En het allerbelangrijkste, hij heeft een neusje voor de goal. En ja, daarmee voegen we doelpunten toe aan de selectie. Ja, en dat is een welkome versterking. En Tcherny die liet op een van zijn eerste trainingen gelijk zien dat hij een bal aardig in de kruising kan curven. Nou goed, ik denk dat de kwaliteiten van Tcherny in Nederland wel bekend zijn. Het was natuurlijk het toptalent van Ajax die zijn debuut maakte. Er was een enorme hype om hem. Ja, jammer genoeg voor hem natuurlijk dat hij toen geblesseerd is geraakt. Maar hij heeft zich weer teruggeknokt. En het laatste half jaar heeft hij een heel goed half jaar gehad in jong Ajax. Waarin hij ook altijd bij het eerste betrokken was. Maar goed, ook voor hem bij Ajax zeg maar, was het perspectief op een basisplaats natuurlijk niet gegarandeerd. Dus vandaar stond hij open voor een vertrek. En wij hebben daar goed op in kunnen spelen. En dat we een jongen met deze kwaliteiten weer aan Utrecht hebben kunnen binden, dat is natuurlijk weer super. We proberen de selectie zo snel mogelijk, het kader in ieder geval zo te hebben staan. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. Dat hebben we ook dit jaar weer gedaan. En dan handel je uit controle. En dan kan je kijken. Ik heb bij de eerste training heb ik gezegd, ik ben heel tevreden met de selectie die we hebben staan. Het elftal staat en we gaan nu kijken welke ontwikkelingen er komen. En dan zie je dat daarin, wat ik al zei, jongens die minder perspectief hebben, dat daar belangstelling voor ontstaat. En daar hebben we oplossingen voor kunnen zoeken. En ja, dan hebben we spelers aan kunnen trekken die de selectie weer versterken. Ja. Als we een beetje op social media kijken, op de naam Jordi Zuidam, dan zien we veel lovende reacties van FC Utrecht supporters. Wat doet dat met jou? Ja goed, dat is natuurlijk heel fijn. Ik ben een jongen van de club. Ik ben geboren, getogen, Utrechter. Ja, ik ben natuurlijk, dat heb ik al vaker gezegd, heel trots dat ik deze functie mag vervullen. Ik doe dat met alles wat ik heb en zet ik me in voor de club. En nou, gelukkig hebben we de laatste jaren zijn we succesvol geweest. Maar ja, de ambitie van de club en van mij, we willen verder. En ja, ik probeer iedere keer op een creatieve manier de selectie neer te zetten. We hebben een hele goede staf natuurlijk kunnen neerzetten. Het leeft ook echt, hè, de club, dat merk je. De mensen zijn trots. Ja, dat doet uiteraard wat met me. En ja, daar ben ik heel blij mee en ben ik dankbaar voor. Wanneer is directeur voetbalzaken Jordi Zuidam tevreden als die deadline verstreken is?
Ja, ik ben nu al heel tevreden. En ik ben tevreden op het moment dat we deze selectie bij elkaar kunnen houden. En dat we zo kunnen werken zoals het nu is. Wat ik al zei, er is een enorme positiviteit binnen de groep rondom de club. En dat moeten we proberen vast te houden en met vertrouwen het seizoen in te gaan. En op het moment dat er toch ontwikkelingen zullen zijn, dan zullen we daar naar moeten handelen. Maar ik denk dat we in eerste instantie heel tevreden mogen zijn met waar we nu staan.